Chris en Lisanne zijn vriendinnen. Ze wonen ook samen op kamers in hetzelfde huis. Ze werken ook samen in de stad. En ja, ze hebben het plan opgevat om samen die reis te gaan maken. En op Schiphol hebben we toen eigenlijk elkaar voor het eerst ontmoet, bij het afscheid. Het was heel gezellig. Ja. Vol goede moed. Ja. En dat blijven we ook. Dinsdagmiddag was er voor het laatst contact met de vriendinnen die naar Panama gingen om Spaans te leren. Ze gingen wandelen, zeiden ze, en zijn die dag nog gezien in een café. Daarna bleef het stil. Er kan van alles gebeurd zijn. En er is blijkbaar iets gebeurd, anders waren ze niet weg. En, ja, en er is iets gebeurd wat niet goed is. En of het dan een verdwaald is of een ongeluk of weet ik veel. Dat kan van alles zijn. De omgeving rond Boket staat bekend als veilig. Er is veel bos. Daar wordt nu onder andere met helikopters gezocht naar de vrouwen. De broers van Chris en Lisanne schakelden sociale media in bij de zoektocht. Nou, hij is nu 1702 keer geretweet. En mensen die gaan me ook direct volgen om te kijken of er dan meer nieuws zou kunnen zijn. En ja, een soort als dat geluid eigenlijk komt er nu ook continu eigenlijk binnen. Ik heb mijn geluid maar uitgezet, want ik werd er helemaal gek van. Ja, je krijgt er ook berichtjes van er is in hetzelfde gebied een jongen 4-5 dagen ook compleet zoek geweest. En die kwam op een gegeven moment weer gezond en wel tevoorschijn. Omdat er ook voldoende water en vruchten te vinden zijn. Dus nou ja, dat zijn hoopgevende dingen. En, ja, vast. Ja.